Ja, vrienden. Ja, jullie zien het al hier. Kijk, ja, en daarachter. Kijk hier. Hier. Ja, een grote, dikke lip. Grote, dikke lip. En ik zit nu al 2 uur bij de tandarts. Ja. Dat was vooral zo, weet ik veel, een beetje afgebroken. Ik kan bijna niet lullen gewoon ook. Want hij heeft zoveel, verdoving ingegooid. Ik hoop dat jullie me nog een beetje kunnen verstaan. Maar ja, goed, ik doe nou vrolijk, maar hij is weer van alles aan het voorbereiden. Ik ben nog niet eens klaar. En ik zit hier dus, wat ik al zei, ik zit hier al 2 uur. En de tandarts, jongens. Ja, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb hier dus al, een paar dagen niet van geslapen gewoon. Dat ik deze behandeling moest gaan doen. En elke keer ook, s'nachts, weet je wel, en dan moet je plassen, dan ga je je bed uit. En dan denk je, oh god, ik moet over anderhalve dag, of morgen moet ik naar de tandarts. En dat spookt, maar kijk, je gaat het woord, krijg ik bijna ook niet eruit. Zeg je dat het spookt gewoon maar door je hoofd. Die tandarts, dat wil wat. Ik bedoel, ik heb twee operaties gehad, twee hersenoperaties van 5,5 uur. En dat interesseerde me geen ene malle moer. Maar deze man hier, met dit ding in die boor, dat doe ik het zo van in mijn broek. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, moeten we weer door of niet? We gaan wel door. Of we moeten weer door, ik moet weer verder. Nee, ik ga, jongens, ik ga ophangen, ik ga hiermee stoppen met dit verhaaltje. Hij gaat nog weer van alles met me doen. En dan ben ik er voorlopig even vanaf. Van dit, gewoon, dit drama van de tandarts. Nou, ik groet jullie. Tandarts groet ook maar even, zwaai maar even. Hij heeft gezwaaid en ik zwaai ook. Dag vrienden.